qua dagbesteding. Ja, dit was gewoon echt mijn ding. De enige. Ik had er enorm veel plezier in, laat ik het zo zeggen. Een lichtpuntje. Ja, belastingje doen. Half uurtje ben je klaar. Zo'n lulling. Dit. Dat is belasting. En deze. Ah. Deze. Ja, kijk, het is. Het is allemaal zo. Nodeloos efficiënt. Ja, dat doen we wel even. Oh, u wil een aanvraag doen? Hop, geregeld. Geen enkel probleem, meneer. Maar waar is de pret nou? Waar is het bloed onder mijn nagels? Of, nou ja, het gehannes. Ik mis het gehannes. Lekker een nieuw paspoort halen. Maak ze graag zoek. De kringen zijn tegenwoordig 10 jaar geldig. Ja, daar ga ik natuurlijk niet op zitten wachten. Vroeger kwam ik hier 2 keer per week, zat het hier bommetje vol. Toch is een nummertje, D67, B88, wist ik precies hoeveel tijd ik had. Kon ik net naar de satéetje halen of naar de HEMA. Was ik precies op tijd terug. Dat kan nou toch ook wel? Ja, kan nou toch ook wel, maar dan heb je toch die haast niet. Ja, daar heb ik veel ervaring mee. Ja. We woonden met z'n allen in 1 huis. En in de binnentuin kweekten we van alles. Uit Afghanistan, Pakistan. Mensen namen die plantjes mee als ze terugkwamen. En die meisjes, oh. En als gemeenten gaan collectiviseren? Wat kweken die dan? ICT. Oh nee, wat zonde. Dat ze samen hun ICT gaan regelen. En dan wordt alles nog veel beter en sneller en ook nog goedkoper. Niet doen, jongens. Kijk, nu heb je nog, nou ja, in de stad loopt het helemaal mis met al die dienstverlening. 24/7. En je kunt om 3 uur 's nachts nog een dakkapel aanvragen. Maar er zijn ook nog plekken waar 's middags het loket gewoon dicht gaat vanwege de middagboterham. Dat hoop je toch? Of dat je ze wel ziet zitten achter glas en dat je tegen het ruitje tikt en dat er dan iemand naar je toe komt om te vertellen dat ze werkoverleg hebben. Ja, op een gegeven moment, wat kun je nog doen? Ik heb al een aantal keer mijn naam veranderd. Dan doen ze wel steeds moeilijker, ja. Maar dat is echt ongelooflijk bloedje duur. Nee. Ik heb het hier wel gezien, hoor. Klaar met dit land.